Het is rustig aan de dijk. Want iedereen die FC Volendam lief heeft, heeft de route van de dijk gelopen naar het stadion. Het Knussenkrasstadion. Scheidsrechter Martin van der Kerkhof. Zojuist de tos verricht. Hier komen ze nog even bij elkaar. Groningen. Met een basisdebutant. Mati Galouche. En ook vanaf de aftrap. Ten opzichte van de wedstrijd. Tegen Cambuur. Soeslof. Blokzijl. Merten. Plat in de achtervolging. Peppi naar de eerste paal. Daar bij de tweede is Lundqvist. En de herkansing voor Van Gelderen. Die raakt die bal volledig verkeerd. Als Groningen er goed doorkomt. Knappe voorzet. En dan moet hij het met links doen, Van Gelderen. Weer zo'n mooie lange trap. Merten. Groningen drukt de neus iets meer aan het venster. Orad Mangoen. Van Gelderen. Weer Van Gelderen op het hoofd van Peppi. Stankovic aan de grond genageld. Kijkt ernaast. Het is Groningen dat in deze degradatiekraker het meeste durft. Orestario. Oh, wat een cadeautje. En eindelijk heeft hij zijn doelpunt te pakken na 32 vruchteloze pogingen. Krijgt hij de treffer van Groningen cadeau. Maar Mati Galouche gaat hier gigantisch in de fout. En Orestanio met zijn eerste treffer van het seizoen. Volgende Volendam een aanval. Nu wel zelf opgezet met Muren. Muren. Volendam dat ineens de geest heeft gekregen. Murkin. Orad Mangoen moet gaan sprinten. Dat is nou net iets wat hij niet zo goed beheerst. Een beetje een wilde ingreep. Dit is heel handig gedaan door Murkin. Murkin nog altijd. Murkin. Ja, dan wil hij het ook zelf afronden. Geeft hij nog een herkansing. Die herkansing is er nog altijd. Alleen lang niet meer zo kansrijk. Soeslof. Lundqvist meegeven aan Hoven. Dat is goed gevoetbald. Hoven. Het net trilt. Dat heeft hij in zijn tijd bij Strooms Gullit ook wel vaak laten zien. Johan Hoven kan echt wel een doelpunt maken. Maar hier laat hij dat na. In kansrijke situatie. Soeslof met de corner richting Galouche. En daar is nog bijna Blokzijl. Ja, Hoven 1-1. Een scorende middenvelder werd er gehaald. Zo lazen we nou hier het bewijs met een hoofdrol ook voor Tijmen Blokzijl. Veel heldhaftiger gedaan door de Groningen spelers. Het wordt Eiting. En daar op het hoofd van Blokzijl. Sanchez. Hier lekker voor de goal en dan is het 2-1 voor Volendam. En dan neemt een voorschot op zijn 20e verjaardag. Kelvin Twicht. Lekkere voorzet van Sanchez. Oh. Daar ontsnapt Groningen. Sterk in om. Ze krijgen een dot van de kant. Stankovic. Heel dapper gekiept. En dan botst Stankovic uiteindelijk nog met zijn eigen ploeggenoot. Variant. En die variant leidt tot een schot in twee instanties. Waar weer Blokzijl Groningen de helpende hand toesteekt.
En Bouyamba. Probeer het maar een keer. Maar dat mislukt. Iran doest. Slim balletje, Peppi. Geef hem niet genoeg ruimte, want dan is het raak. Hij doet het dus weer. De talisman van Groningen, Ricardo Peppi. Je krijgt het er niet direct warm van als Groningen, maar de temperatuur in ieder geval weer boven het vriespunt. En Iran doet als invaller direct met een cruciale rol als aangever. Orestanio. Nog altijd de Italiaan, Orestanio, aangeraakt en dan valt hij daar voor muren. Voor de derde keer komt Volendam op voorsprong. Treurnis ten top bij Gudde en Flederis. Het is een doelpunt dat letterlijk uit de lucht komt vallen. Want die voorzet van Orestanio wordt zo aangeraakt dat Verrips uit positie is. En dan staat Muren daar. Maar met al zijn ervaring heeft hij wel een neusje voor dit soort momenten. Eén keer diep ademhalen. Opperste concentratie bij Thomas Soeslof. Soeslof en Stankovic. Afgelopen. De degradatiekraker was zeker niet goed. Maar wel meeslepend. En Volendam trekt aan het langste eind. Cruciale week waarin het verschil gemaakt kon worden voor Groningen. En natuurlijk, er werd niet eens zo heel slecht gevoetbald bij tijd en wijlen. En er zat wat pech bij. Aan het einde van het liedje staat het wel gewoon 3-2.